Thank you.
Welkom namens Provincie Overijssel en Retailplatform Overijssel op het Retailcafé in Zwolle. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd. Corona heeft een grote impact gehad. Het lijkt erop dat corona beter onder controle is en de maatregelen zijn wellicht in september niet meer nodig. Dan kunnen mogelijk de binnensteden weer volledig open. Tijd om vooruit te kijken. We staan hier boven op het dak van Theater De Spiegel. Ik sta hier met Monique van Haaf, gedeputeerde van de provincie Overijssel. En Hans Bakker, de voorzitter van Retail Platform Overijssel. In september hebben we 3 regionale retailcafés gehad. We zijn inmiddels 3/4 jaar verder. Wat is er eigenlijk sinds die vorige retailcafés gebeurd? In de maatschappij is veel veranderd, hè, door corona. Maar wat hebben we als provincie gedaan? Want dat is natuurlijk voor nu belangrijk. We hebben volop geïnvesteerd in onze binnensteden en in de retailsector. En dit is dan een van de uitvloeiselen ervan. Waarin we met elkaar ook gaan praten van wat is er nog meer nodig. Dus we zijn goed in verbinding met wat er nodig is. Wat er veranderd is. En hoe wij daar als provincie op kunnen inspelen. In januari zijn wij in ieder geval verder gegaan met onze grootschalige investering. Van nog weer eens 20,3 miljoen. Die komt zeer zeker ook in de binnensteden terecht en ook bij de retailsector. Dus het is van belang dat we afstemmen wat is nou nodig, wat zien we als we een blik vooruit doen en hoe gaan we daar goed in samenwerken. Kijk, Hans Bakker, voorzitter Retail Platform Overijssel. Kun je nog even toelichten wat Retail Platform Overijssel is? Ja, heel kort. Het Retail Platform is een samenwerkingsverband, een platform waar Koninklijke Horeca Nederland in zit, Marketing Oost in zit, Windesheim, Saxion. Vastgoed komt binnenkort ook aan tafel, omdat we het ook hebben over vastgoedontwikkelingen natuurlijk in binnensteden. En we stemmen af en we proberen zoveel mogelijk maatregelen te coördineren en het zo goed mogelijk te doen voor ondernemers, maar ook voor overheden en ook voor onderwijs. Ja, de Overijssel Retail aanpak, 8 instrumenten, sinds september veel gebeurd. Zijn ze aan de slag gegaan? Ja, ze zijn zeker aan de slag gegaan. Ik vind een mooi voorbeeld het practicum online, waarin we een aantal kernen ondersteund hebben om meer online te gaan doen en meer samen te werken. En ik denk dat dat wel een succes is geweest en dat daardoor ondernemers elkaar gevonden hebben. En je moet het samen doen, want alleen ga je het niet redden in deze wereld. Kijk, nou goed. Wat verwacht u van de avond, Monique? De vorige keer hebben we gezien dat retailcafés echt wel een soort boost geven. Hè? Inspiratie om elkaar weer op te zoeken en met nieuwe ideeën te komen. Dat verwacht ik van vanavond zeer zeker, want volgens mij is dat nodig. Daar wordt om gevraagd. Dat we naar vernieuwing kijken, naar andere vormen van samenwerking. Andere partners daarbij kunnen betrekken. En we hebben goede thema's, goede gasten, goede sprekers. En ik verwacht ook een publiek wat heel erg mee gaat doen. Oké. Hans, wanneer ben je tevreden? Als we meer nog aan de slag gaan. Gewoon niet stoppen, wacht niet. Het moment is nooit op tijd. Dus ga aan de slag. De middelen liggen er, de samenwerking ligt er. En als we dat met elkaar samen in kunnen vullen, samen met de provincie Overijssel en de ondernemers in het retailplatform, dan denk ik dat we een prima avond hebben. Die ook weer een boost richting september geeft. Want dan moet het ook echt gaan gebeuren. Kijk, nou, volgens mij wordt het een mooie avond. Ik ben vanavond uw gastheer, samen met Lieke Kiekenbos. Lieke is al beneden in de zaal en introduceert de gasten. Ondertussen komen wij naar beneden. Ik zou zeggen, Lieke, als jij de gasten introduceert, dan komen wij eraan. Yes, dat ga ik doen. En wat voor gasten hebben we vanavond? We gaan het hebben tijdens het Retail Café over waar we naartoe gaan met retail in de centrumgebieden. Daarvoor zitten aan tafel Rob Zuidema. Hij is directeur van de Zwolse theaters Odeon en De Spiegel. En dat is extra mooi, want daar zijn we nu. Marijke van Hees, voorzitter van de Landelijke Retail Agenda. En voormalig voorzitter van de Raad van Cultuur. Wendy Weidema van Marketing Oost. En die zit ook in het Retail Platform Overijssel. Dan hebben we nog Tom Kikkert. Hij is retaildeskundige. Dan gaan we het ook nog hebben met Michiel de Groot over Kampen. Hij is namelijk voorzitter van de Binnenstad Ondernemers Kampen. En Kampen gaan we het over hebben als voorbeeld van de Overijsselse retailaanpak. En ten derde gaan we het nog hebben over regionale samenwerking in de regio Zwolle. En daarvoor zijn te gast René de Heer, wethouder van Zwolle. Renielde Huizenga, statenlid in Overijssel voor D66. Bram Harmsma, wethouder Steenwijkerland. En Aukje Grouwstra, binnenstadsmanager van Zwolle. En dan,
hebben we ook nog Maarten Streefland in ons midden. Hij is tekenaar. Maarten, welkom. Hey. Naast dat we een uitzending maken over wat we hier vanavond allemaal met elkaar bespreken, wilden we ook graag iets tastbaars en iets waar je in één opslag kunt zien wat er allemaal is besproken vanavond. En daar ben jij goed in. Hoe ga je dat doen? Ik ga een getekend verslag maken van de avond. Dus ik luister wat er allemaal verteld wordt en ik probeer daar een beetje de essentie uit te pakken. En dat schrijf ik mee En dat kleed ik aan met tekeningen. En dan is de bedoeling inderdaad dat op het einde in één oogopslag te zien is. Kijk. Wat de essentie is en waar we mee aan de slag kunnen gaan. Super, ik ben heel benieuwd. We komen aan het einde van de avond bij je terug. En dan gaan we nu beginnen met een betoog van Tom Kikkert. Tom, komt erbij. Ja, dankjewel. Top dat je er bent. Je bent retaildeskundige. Waar ga je ons vanavond in meenemen? Ik probeer een kijkje te geven in het brein van de consument. Die is natuurlijk heel belangrijk als je met oplossingen komt. En het tweede wat ik wil laten zien is dat chaos heel vaak vervelend is, maar toch misschien ook wel een beetje nodig is om verandering te krijgen in die binnenstad. Kijk, ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal. Mocht je nou thuis denken tijdens het verhaal van Tom, ik wil al iets zeggen, ik wil iets vragen, ik heb ideeën, dan kan je dat typen in Mentimeter. Als het goed is, staat nu in beeld hoe je daar komt. Dus pak even een telefoon of een tweede scherm. En dan kan je meedoen van achter je computer of waar je maar achter zit. En dan Tom, is het woord nu aan jou. Dankjewel. En dan volgens mij zitten jullie daar, dus ik ga daar kijken. Mijn naam is dus Tom Kikkert. Ik ben 7 jaar geleden niet begonnen in de retail. Het is voor mij allemaal een beetje begonnen in de bioscoopwereld. Een hele belangrijke vraag in de bioscoopwereld was: wat is de toekomst van een bioscoop? Als we straks onbeperkt films via Netflix kunnen kijken of via Amazon kunnen kijken. En de hele belangrijke vraag was voor mij: hoe kunnen we die fysieke plek weer relevant maken? Vanuit die bioscoop ben ik in de retail terechtgekomen bij Intersport Nederland. En daar was precies dezelfde vraag. Gaan we volledig online kopen straks? En gaan die binnensteden het moeilijk krijgen? Of heeft die fysieke binnenstad nog heel veel toegevoegde waarde en relevantie? En daarin wil ik jullie meenemen vandaag, omdat ik denk dat de toekomst over retail niet alleen over online gaat, maar ook nog steeds over de fysieke ruimte en hoe we daar gebruik van gaan maken. Ik heb het geluk gehad om 2 jaar geleden daar een boek over te schrijven. Die komt nu in beeld te staan. Dat is duurzame businessmodellen. En duurzaam in de zin van toekomstbestendig, eerlijk, verantwoord, maar ook vooral economisch nog steeds relevant. Want als we over toekomst denken, denk ik dat we niet alleen moeten denken aan maatschappelijk eerlijk en verantwoord, hè, want dat is een trend die we zien. Maar het gaat ook nog steeds over de economie en over geld verdienen. En als bewijs dat ik daadwerkelijk in de bioscoop heb gewerkt, heb ik hier een fotootje van mezelf achter de bar. Ik ben dat mannetje wat netjes met de handen achter zijn rug staat te wachten tot de volgende gast binnenkwam. En wat ik in deze bioscoop geleerd heb, is dat je 2 dingen kunt doen. Proberen een ruimte te creëren waar je zoveel mogelijk verkoopt. Maar je kunt ook een ruimte creëren waar mensen graag komen en wat langer blijven hangen. En voor mij is dat waar de fysieke binnenstad nog steeds over moet gaan. Aan de schermen op de achtergrond zie je dat het een wat oudere foto is, maar ik denk niet minder relevant, en dat de boodschap nog steeds dezelfde is. En een heel belangrijk thema vandaag is natuurlijk samenwerken. Ook daar doe ik veel aan, omdat ik het gewoon leuk vind om te doen. Ik geloof heel erg aan de kar trekken en gewoon organiseren. Zo had ik een paar jaar geleden de ambitie om het landelijk nieuws te halen door met de ondernemers iets te verzinnen dat de opkomst tijdens de verkiezingen in Hoogeveen groter zou zijn dan in andere plaatsen. Ik heb dat toen opgezet en was ontzettend trots dat de NOS toen belde om er een artikeltje van te maken. Dus samenwerken is heel goed om dat heel erg organisatorisch te doen en op grote schaal. Maar ik geloof ook heel erg in kleine schaal dingen doen. En als we dan weer teruggaan naar de bioscoop, is dat eigenlijk hetzelfde. Ik heb van alles geprobeerd. House of Cards zie je op het scherm staan hier. Voor iedereen die Netflix heeft, die weet dat dat Netflix is. En ik had ontzettend de ambitie om dat voor het eerst in de bioscoop te doen. Om de wereld van Netflix en bioscoop met elkaar te verbinden. Want ik dacht, die impact van Netflix kunnen we vergroten in de bioscoop. En aan de rechterkant zie je de filmquiz. Gaat ook over gezellige dingen doen en zorgen dat mensen de voordeur verlaten. Wat is de filosofie die erachter zit? En dat is voor mij al 7 jaar lang een onveranderde filosofie. Dat is dat ieder mens 2 systemen heeft voor het maken van beslissingen.
We hebben systeem 1, die ziet u aan de linkerkant. Die is heel erg gebaseerd op emotie en intuïtie. Dat systeem staat altijd aan. Dus als je iemand voor het eerst ziet, en wij zien hier heel veel mensen voor het eerst, dan zie je dat dat systeem altijd aanstaat. En dat je probeert ergens direct een indruk van te krijgen of een gevoel van te krijgen. En aan de rechterkant zie je het rationele systeem, wat heel erg onderzoekend is en zich dingen afvraagt en verdiept. En wat wij in binnensteden denk ik te veel hebben gedaan, is gestuurd op die rechterkant, op dat rationele proces. Dus retailers hebben gestuurd op korting, op het grootste aanbod, op de meeste producten proberen te verkopen. En je ziet gewoon dat alles wat aan die rechterkant zit, als het gaat over gemak, snelheid en efficiëntie, dat het internet dat eigenlijk veel beter kan. En waarin ik geloof, en dat is ook wat Daniel Kahneman al een hele tijd geleden zei, als die rechterkant ons belangrijkste deel was geweest, had de binnenstad niet zoveel toekomst gehad. Want het internet kan het leven veel gemakkelijker maken, efficiënter en toegankelijker. Maar ik denk dat we ook met z'n allen iets tijdens corona hebben geleerd. Namelijk dat er met het internet ook nog steeds iets mist. En we zitten nu in een theater, maar voor hetzelfde geld ga je naar de bioscoop toe of naar een winkel toe. Die linkerkant, namelijk onze emotie en intuïtie, bepaalt 95% van onze beslissingen. Dat betekent dat als wij een connectie kunnen maken op basis van emotie en intuïtie, dat wij een veel diepere relatie aangaan dan wanneer we dat doen op basis van de rechterkant, op basis van prijs en korting. En wat blijkt de beste plek om die connectie te maken op basis van emotie en intuïtie? Dat blijkt nog altijd de fysieke ruimte te zijn. Sterker nog, als wij overtuigd zijn op basis van emotie en intuïtie, dan gaat die rechterkant argumenten zoeken om die emotie te bevestigen. Dus als wij fans zijn van een theater, fans zijn van een bioscoop, fans zijn van een winkel, dan gaan wij zelf argumenten zoeken om die emotie te bevestigen. En dat brengt ons bij een heel ander vraagstuk. Want als je de binnenstad indeelt aan die rechterkant, kun je denken in hokjes. Kun je denken in een winkel, kun je denken in retail, kun je denken in horeca, kun je denken in restaurant, kun je denken in theater. Maar als je mensen wil raken op basis van emotie en intuïtie aan die linkerkant, dan is het heel raar om de wereld op te delen in hokjes van retail en restaurant. Want dan gaat het over een identiteit, dan gaat het hebben over passie, dan gaat het hebben over vakmanschap. Dan mogen die kaders niet leidend zijn voor de dingen die wij doen. En niet alleen dat, het vraagt ook een andere manier van organiseren. Want er zijn namelijk twee methodes om te organiseren. Namelijk de twee woorden, ja, die ontzettend belangrijk zijn en die ik hoop dat niemand meer vergeet, zijn de woorden quantum en Newton. Je kunt de toekomst proberen te organiseren op een Newton manier. Dat is namelijk het punt waar je nu staat en proberen te bedenken waar je over 5 jaar wilt staan en een plan maken van het punt waar je nu staat naar het punt waar je naartoe wilt. Maar wat we steeds meer zien is dat die manier van denken steeds lastiger wordt. Ik mag hele grote merken en retailers helpen. En wat je ziet is dat waar je vroeger een plan kon maken voor 10 jaar... zie je dat het steeds lastiger wordt om die voorspelling te kunnen doen. Wat je eigenlijk wilt is punt A is waar je nu staat. Punt B is onbekend. Maar wat we wel hebben is met z'n allen een leuk idee of een initiatief of een overtuiging. En dat is de manier van quantum denken. Dat is experimenteren, proberen, fouten maken en leren. En dat betekent dus dat je soms de zekere wereld om je heen een beetje los moet laten en jezelf een beetje in het diepe moet gooien. En aan het begin is het heel moeilijk om daar iedereen in mee te nemen. Want wees nou eerlijk, wat is fijner presenteren? Een plan voor de komende 10 jaar of een paar leuke ideeën waar je energie van krijgt? Maar bij de grote retailers en merken waar ik mag komen, is die kwantumlijn steeds belangrijker geworden. Namelijk kunnen we 3, 4 of 5 experimenten verzinnen die we gewoon eens gaan testen en proberen. Want we komen in een tijd waarin experimenteren veel makkelijker is geworden dan onderzoeken. Dus ga voor die kwantumlijn en ga niet voor die Newtonlijn. Dus probeer te voorkomen dat alles over plannen gaat, dat we alles vanaf de tekentafel proberen te verzinnen. Maar laten we gaan voor die kwantumlijn van experimenteren en proberen. En ga dus ook verbinding aan, niet met mensen die per definitie naast je zitten in de winkelstraat, maar ga een relatie aan met mensen die dezelfde energie hebben als jij hebt. En dat kan ineens een horecazaak zijn, dat kan ineens het theater zijn. Niet omdat ze hetzelfde verkopen, maar gewoon omdat ze dezelfde energie hebben en je energie krijgt van het feit dat je bij elkaar bent. En natuurlijk voel je dan af en toe dat het spannend wordt, of dat het experimenterend is, of dat het even onzeker is. Maar dat is geloof ik wat we nodig hebben
om de wereld een beetje verder te maken. Want als wij geen chaos creëren met alles wat we doen, gaat de chaos gecreëerd worden door de veranderingen waar we naar aan het kijken zijn en die op ons afkomen. En het laatste waarmee ik wil afsluiten is denk ik een minstens zo belangrijke boodschap. Want als wij op die Newton-manier blijven kijken, blijven wij kijken in vaste systemen. Systemen die gaan over winstgevendheid, die gaan over kaders zoals retail. En ik denk dat juist die systeemblindheid die we hebben, waarin we denken in vaste structuren, doelen en methodes, dat we die even los moeten laten. Maar dat we vooral moeten handelen vanuit een sterke identiteit. En als we die identiteit centraal zetten, dan komt er een hele hoop creativiteit op gang. En toen was de vraag natuurlijk, hoe kun je dat het beste in beeld brengen? Kun je dat doen door middel van woorden? Of kun je dat doen door middel van een filmpje? En dat is eigenlijk het laatste punt wat ik wil doen. Namelijk allerlei partijen in de wereld laten zien die bezig zijn met het kwantumdenken. Die aan het experimenteren zijn. Of het nu een muzikant is die een arena probeert tot kleur te brengen. Of het nou theatermensen zijn, merken zijn of retailers zijn. Ik ga het filmpje instarten en dan spreekt de rest voor zich, denk ik. Dank jullie wel in ieder geval. Great brands and great businesses have to be great storytellers too. On behalf of Dolby, I want to welcome you to the unveiling of the Dolby Theater. Okay, we'll switch them on. Let's go. We always wanted to make the audience feel part of the show. New thing that we've done is the wristband that everyone gets when they come in. Welcome to Today at Apple. 欢迎大家 Today at Apple. Welcome to Today at Apple. Bem-vindo Today at Apple. Welcome to Today at Apple. So they're not actually selling anything here. It's pretty much just for display. Today, everything we do, there is a music angle. Said to ourselves is, let's not play it safe. Let's really stretch ourselves beyond what people can imagine. Let's create the Willy Wonka of coffee. Het eerste onderdeel waar we het vanavond over gaan hebben is natuurlijk de toekomst van de retail. Waar gaan we naartoe met de retail en centrumgebieden? We hebben interessante gesprekspartners aan tafel. Welkom allemaal. Rob Zuidema, u bent directeur van de Zwolse Theaters. Odeon moet ik elke keer zeggen. En De Spiegel. Wendy Weidema, Marketing Oost. Marijke van Hees, voorzitter van de Retail Agenda. En natuurlijk Tom, dank je wel voor je verhaal. Inspirerend. Fijn dat je bent aangeschoven. En volgens mij genoeg stof om over door te praten. Mensen thuis, jullie kunnen in ieder geval nog jullie reactie geven op de Menti-meter, menti.com. En dan komen we daar straks nog op terug. Interessant verhaal, Tom. En wij gingen het hebben over de toekomst. Waar gaan we naartoe? Maar eigenlijk weten we het niet. Want anders dan zouden we een soort Newton-aanpak hebben. En dat willen we niet, toch? Nee, klopt. Deels klopt dat, denk ik. Wat je kunt doen is het plan proberen op papier te zetten. Maar misschien kun je het ook wel deels faciliteren. Dus ik geloof niet dat je het plan op papier kunt zetten en er dan naartoe kunt werken. Ik geloof wel dat je creativiteit kunt faciliteren. En dat betekent dus eigenlijk systemen weghalen, ruimte creëren voor creativiteit. Structuren weghalen. Nou, ik noem voor de grijn wel eens woorden als blurring en reguliere zones. Gebruiken wij al heel lang in de retail. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om daar toch echt eens aan te beginnen. Namelijk, creativiteit ontstaat pas als mensen de ruimte hebben. Dus heel belangrijk, denk ik. Ja. Marijke van Hees, u bent voorzitter van de Retail Agenda. Jullie hebben een impactanalyse gemaakt. Wat gaat er gebeuren als corona voorbij is? Ja. Hoe sluit dat aan op dit verhaal?
Nou, eigenlijk is dat nog niet de kansenkant. Als je kijkt naar zo'n onderzoek, dan zit je natuurlijk vooral te kijken van wat is er veranderd en wat is er misschien ook aan problemen. En die kunnen ook overigens inspiratie geven, als het goed is wel, om iets te gaan doen. Als je dan kijkt naar die impactanalyse, dan is bijvoorbeeld zichtbaar dat mensen minder gaan funshoppen, is de verwachting. Dat ze meer gericht naar een centrum gaan of naar een winkelgebied gaan om iets te kopen wat ze van tevoren hadden bedacht of wat ze op internet al bekeken hebben. Veel meer aandacht voor dat internet, maar ook wel het hele lokale. Het is heel erg voelbaar dat mensen graag elkaar willen ontmoeten. Ja, waar doe je dat? Ergens op een plek waar iets te doen is. Dus dat is niet alleen de winkel, dat is ook de cultuur, dat is ook evenementen. Dat hebben we allemaal gemist. En je ziet gewoon in dat onderzoek dat mensen aangeven dat ze dat willen ervaren, ook als corona over is. En we zien het nu ook gebeuren. Ik zei net vandaag tegen de city manager, hoe was het vandaag in Zwolle? Ja, hartstikke druk. En ja, dat willen we natuurlijk eigenlijk heel graag zien. Maar het blijft niet hetzelfde. Want door die veranderingen in dat consumentengedrag zie je wel dat de bepaalde delen van de retail echt klappen krijgen. Althans, dat is de verwachting. Vooral de mode- en de schoenenbranche. Daar zal echt het aantal winkels naar beneden gaan. Mm-hmm. En dat geeft in de steden wel problemen, want die zitten vooral in de centra. Ja, en als je daar veel meer leegstand krijgt, dan wordt het minder leuk om er te zijn. En dat is natuurlijk ook de vraag waar dat gaat gebeuren. Misschien niet in Zwolle, maar wel in... Nou, ik ga geen voorbeelden hier in de omgeving noemen, want dan krijg ik boze gezichten. Ik word straks die mentiepeler helemaal platgebeld natuurlijk. Of geappt. Maar het is wel heel duidelijk dat je dat, dat het niet overal kan blijven zoals het is. Maar funshopping wordt minder. Ja. Maar gelukkig hebben we Marketing Oost. En die gaat het funshop promoten. We gaan het funshoppen promoten. Nou, niet per se, maar wel. We willen natuurlijk wel graag dat mensen naar die binnensteden komen. Maar ook naar de regio's om die binnensteden heen. Want we denken dat dat wel erg van elkaar afhankelijk ook is. En ik vind het wel leuk dat je zegt dat quantum denken. Wij zitten denk ik nog een beetje op ergens ertussenin. Hè? Want enerzijds merk je ook, hè, want wat jij zegt, hè, sommige mensen willen echt nu gewoon weer direct naar het centrum toe. En andere mensen denken, nou, ik blijf nog eventjes thuis. Dat zien we natuurlijk ook bij ondernemers. Hè? De ene ondernemer is de andere niet. Dus de een die denkt, nou, ik zie kansen tot en met. Volgens mij is Michiel daar straks een voorbeeld van. En er zijn ook mensen die denken, ja, vind ik toch wat lastig. Ja, het is wel fijn als je die dan kunt inspireren en mee kunt nemen. Dan heb je toch weer iets van een eindbeeld nodig om daar te komen. In dat onderzoek overigens was ook gezegd, niet iedereen vindt het moeilijk om te gaan, want jongeren blijven wel gaan. Maar het zijn vooral de ouderen en ook wel gedeeltelijk vrouwen met kinderen die veel minder snel naar die stad gaan. Dat bleek wel ook in het onderzoek. Ja. Maar als ze dadelijk allemaal gevaccineerd zijn, wordt het dan makkelijker licht? Want dat weten we natuurlijk niet. Dat weten we niet. We merken natuurlijk wel dat we, kijk naar jezelf, dat er toch een soort van verandering is opgetreden. Bijvoorbeeld in je werk, hoe vaak je naar je werk gaat, hoe mobiel je bent. En dat kan natuurlijk betekenen dat je andere aanleiding moet hebben om ook naar die stad te gaan. Niet alleen die winkel. Hè. Dat is zo direct waar Rob het over gaat hebben. Ja. Dat je natuurlijk met elkaar iets kunt bieden wat veel meer is dan het voor corona eigenlijk was. En dat is ook het interessante, denk ik, ook vanuit marketingperspectief. Ja, als ik ook kijk naar... er zijn echt wel heel veel mensen die inderdaad wat meer angst hebben nu. En je ziet ook, wij werken heel veel met segmentatiemodellen. En daar zie je ook gewoon dat... ik neem maar even Zwolle als voorbeeld. In Zwolle wonen relatief veel, eigenlijk in Overijssel, wonen relatief veel zekerheidszoekers. Dus mensen die toch een beetje comfort nodig hebben om de dingen te doen die ze deden. En daar ook weer af en toe over een drempeltje heen moeten. Als je wat meer naar de Randstad kijkt, dan wonen daar wat meer avontuurzoekers. En ja, die gaan toch wat makkelijker en sneller en op een andere manier. En het is beide niet verkeerd, hè? Dat is allebei goed. Maar het zorgt wel dat je op een andere manier naar de mensen die naar je binnensteden komen moet kijken. Ja, Rob Zuidema. Een theater. Mm-hmm. Volgens mij in de hokjes. Nou, dan doe je voorstellingen. Die zijn 's avonds. En de rest van de dag staat het pand leeg. Wat heeft u dan Zwolle te bieden? Ja, dat is inderdaad wel een interessant vraagstuk. Al die theaters en de bioscopen en de musea staan vrijwel altijd in die binnensteden. En trekken honderdduizenden mensen. Wij verkopen alleen al 125.000 tot 150.000 kaarten per jaar. En dan hebben we nog allerlei evenementen zoals vanavond die in het huis plaatsvinden. Het museum, de fundatie bijvoorbeeld, doet dat ook met dat soort getallen. Of Hedon, het muziekcentrum. Al die mensen komen hier en verblijven hier ook. Hè. Dus iedere euro die ze aan ons besteden wordt misschien wel 2 of 3 keer nog eens een keer uitgegeven in die stad. Doordat ze er bijvoorbeeld uit eten gaan, daar wat drinken of daar wat gaan boodschappen doen. Als wij onze programmering iets avontuurlijker zouden kunnen doen, dus ook de deuren zouden kunnen openen op andere momenten, zodat mensen ook overdag hier naartoe komen en dan denken, oh, ik ben er toch, dus ik ga dan ook maar even de stad in. Of maar heel praktisch, er is hier heel dichtbij parkeergelegenheid. Als wij nu voor kinderen kunst en cultuur zouden aanbieden op het moment dat de ouders gaan winkelen,
om het maar net niet de ballenbak te noemen van IKEA, maar op een andere manier wel de ouders de gelegenheid te geven dat te doen wat je in de retail misschien zou wensen. Zonder dat die kinderen daarbij in de weg lopen op dat moment. En die kinderen een beleving meegeven. Dat als die naar huis gaan zeggen, het was een van de mooiste dagen van mijn week in die stad op dat moment. Dus wij hebben kansen om in die binnenstad ook veel meer te gaan doen. En Tom, als je dat hoort, hè, want dit is een interessante ontwikkeling. Als je hier als je jonge kinderen hebt en je kan ze hier neerzetten. Om maar te zeggen, en dan kun je in ieder geval met handen vrij winkelen. Is dat een toekomst? Ja, het is het zeker. En dan kom ik op mijn eigen woorden terug. Het gaat fout worden als je jezelf gaat citeren. Maar ik geloof heel erg dat je het als experiment moet doen. Als ik zie bij heel veel grote merken, van de 100 ideeën die we verzinnen, denken we bij 80 dat wordt een succes en het wordt geen succes. En bij de 20 waarvan je denkt het wordt niks, wordt het wel een succes. Eén ding geloof ik wel. Niet alleen het beste idee wint altijd. Ook het idee met de meeste energie. Dus je kunt beter een idee hebben waar 4 mensen echt zin hebben om werk van te maken. Die kans is groter dat dat slaagt dan een heel goed idee hebben. Nou, we zijn nog wel eens op zoek naar het beste idee of formule of gedachte. Maar volgens mij is het gewoon, als mensen zich ervoor in willen zetten, wordt het altijd wel iets onderweg. Maar dat grenzeloze, mag dat echt grenzeloos? Want dit is nog netjes gescheiden wat mij betreft. Mag hier in de Spiegel ook producten verkocht gaan worden? Of komt er straks theater in een leegstaand winkelpand? Want er gingen nog wat winkels verdwijnen. Maar goed, dat geeft ruimte voor mini-theaters. Ik heb geen idee. Nou ja, beide is waar. En ik zou zelf ook heel graag hier in dit huis dingen halen die in de retail in hun eigen winkels plaatsvindt. Waarom gaat een garage hier niet een mooie auto neerzetten die in deze periode om een of andere reden aan de man wil brengen? En misschien wel in relatie tot iets wat in de samenleving aan de gang is. Bijvoorbeeld elektrisch rijden, als dat een belangrijk thema zou zijn. Zodat mensen hier komen, terwijl ze op weg gaan naar een voorstellen, dan worden wij in die zin ook een display. Maar ook samenwerking met die stad is van groot belang. We hebben hier bijvoorbeeld ook in deze coronaperiode gezegd, op het moment dat je weer open mag gaan, kun jij als ondernemer ook een bar krijgen. Dus als jij horecaondernemer bent, neem jij die bar dan maar. Die omzet is voor jou. Dus op die manier proberen we ook bruggen te slaan met die ondernemers in de stad. Die zegt dan tegen mij, ja, dan wil ik niet die bar, maar dan wil ik liever de kelder, want ik heb vooral studenten die bij mij komen. Dan heb ik wat meer ruimte en dan kan daar iets experimenteels gebeuren. Ik ben het met je eens, Tom, misschien dat niet het beste idee is uiteindelijk. Maar doordat je daar met elkaar over in gesprek komt, wordt dit gebouw ineens een heel ander gebouw. En ons andere gebouw in de stad. Ik woon zelf. Het is wel zo dat als je die 100 ideeën hebt en je hebt ze al ergens uitgeprobeerd en je weet dat er 20 werken en 80 niet, dat het goed is om goed na te denken. Een beetje Newton ga ik nu zeggen. Van waarom is het nou wel of niet gelukt? Ja. En kan ik nou op een andere plek leren van wat op die plek gedaan is, zodat ze niet op een andere plek weer dezelfde valkuil hoeven intrappen, zeg maar. Daarin hoeven te vallen. Ja. En dat soort leren, dat is ook eigenlijk iets wat we landelijk heel graag doen. En wat ook de provincie Overijssel, dat zal straks aan de orde komen, heel veel faciliteert. Om te voorkomen dat we natuurlijk ook een beetje heel veel snijverlies hebben, om het nou maar zo te zeggen. Ja. En dat is denk ik ook wel zeker ook je boodschap. Dat je natuurlijk slim leren, daar gaat het natuurlijk ook om. En goede voorbeelden, ja, die kun je lekker overnemen. Ja, maar soms heeft het ook met 4 goede mensen te maken, hoorde ik net. Ja, en dus misschien waren het niet de goede mensen die dat idee hadden. Dat kan. En het kan altijd zo zijn dat iemand anders het beter weet. Omdat hij het kunstje beter snapt. En in die zin is het goed om gewaarschuwd mensen te zijn, maar het opnieuw proberen kan geen kwaad soms. Ja. Ja. En die structuur staat op zich, denk ik, wel redelijk goed. Hè. Als er iets moois in Nederland begint, dan denk ik dat dat heel snel een podium krijgt. Hè. Ja. Dus de structuren worden steeds beter. En volgens mij komt nou vooral de kunst om die ideeën ook tot leven te laten komen en te laten gaan. Want anders is het gewoon te klein en dan gebeurt het niet. Ja, er heeft ook wel cultuur in die ondernemingen nodig om het voor elkaar te krijgen. Je moet die hele groep meekrijgen. De voorbeelden die ik gezien heb, zijn ook ondernemingen die dat in hun DNA van die bedrijfsvoering hebben geïntegreerd bijvoorbeeld. Ja. Dus als je hier in de stad aan de slag gaat, wil je dat wel samen doen met vele anderen. En daar dan ook in geloven en daarmee aan de slag gaan. Ja. Dus niet even één keer proberen en het dan laten gaan. Eens. En niet iedereen zal meegaan. Nee, en dat is niet erg. Maar het moet er niet een te kleine massa zijn om het op gang te krijgen. En die Newton-stroming is ook niet fout, hoor. Dus als er straks weer initiatieven ontstaan die goed zijn, moeten ze weer in de Newton-flow opschalen en groter worden. Dat geloof ik. Ik geloof alleen dat we nu op een Newton-manier kwantum proberen te creëren. En dat is gewoon heel lastig. Ja. We hebben Hans Bakker. Je bent ook van MKB Nederland. Naast dat je voorzitter bent van Retail Platform Overijssel. Wat denken de ondernemers ervan als toch geblurd gaat worden, hè? Dus alles door elkaar lopen. Hier worden zometeen auto's verkocht in het theater. Ja, en een theater in een autoshowroom. Dat is dan de omgekeerde wereld. Dat zou dan het andere verhaal zijn. Nou. Kijk, het is voor ondernemers best wel een dilemma, hè? Ga je een horecazaak in je
in je modezaak organiseren of andersom. En dat is een beetje het zoeken naar mogelijkheden. En misschien moet je wel wat regels loslaten om te kijken van ja, wat werkt en wat niet. Wordt hier eigenlijk ook wel gezegd. Probeer het gewoon uit. En hoop dan dat je tot die 20 goede ideeën komt... die een toegevoegde waarde biedt voor de ondernemer... maar ook voor je centrum en voor je omgeving. Want ik denk dat het daar uiteindelijk wel naartoe moet. Dus ik ben wel voor experimenten. Ja, dus er kan best die theatervoorstelling... Niet alles los. De theatervoorstelling in de showroom, dat... Nou, waarom niet? Waarom niet als experiment? Ja. Ik ben wel benieuwd of er al reacties thuis zijn... van mensen die hier ook wat van vinden. Dus Lieke, kun je me daarbij helpen? Dat kan ik zeker. Het begon met een heleboel reacties. Eigenlijk vooral hele lovende reacties over de uitleg van Tom Kikkert. Quantum for President zag ik zelf staan. Dus, niet Tom, maar Quantum. Precies. Dus ik ben benieuwd wat voor creatieve ideeën daaruit gaan komen. Ik zag ook René de Heer, wethouder van Zwolle, heftig knikken bij dat deel van het verhaal. Kunt u misschien, heeft u een reactie? Ik ben wel benieuwd... naar de knikjes. Ja. Nou ja, ik vooral het einde van het gesprek aan tafel... waarbij langzamerhand die creativiteit loskomt, denk ik ook bij mezelf. Ja, dat is quantum. Ga maar experimenteren. En het mooiste van een experiment is... als niemand het er meer mee eens is, kun je het gelijk stoppen. En dat is vaak met een heel lang Newton uitgedacht plan niet. Want er zit van tevoren al heel veel onderzoek in en geld enzovoort. Dus ik word daar wel enthousiast van. Zeker omdat je daarmee de moderne binnenstad gaat creëren. En die weten we niet hoe die eruit ziet. Dus daar moet je maar gewoon mee beginnen. Dus er gaat meer geëxperimenteerd worden in Zwolle? Ik zie dat wel voor me. Een auto hier bij een mooie theatervoorstelling... of een verschrikkelijk mooi klassiek ballet... en dan een goede stevige bolide hier neerzetten. Rob, volgens mij moeten we dat doen. En een kinderopvang creëren... Ik weet niet of je daar zo gelukkig van wordt... maar misschien moet je dat in ieder geval uitbesteden. Want voor je weet heb je al die kinderen. Ik ben voor. Ja, ja. Dank. Rick, terug naar jou. Kijk, dankjewel. Ja, volgens mij heel veel ideeën. Wat gaan we dan morgen doen om naar de toekomst te gaan? Ja, ik denk wel echt die experimenten inzetten... en daar ook, ik denk ook voedingsbodem voor creëren in zo'n stad. Hè? Dus dat je inderdaad ook met elkaar besluit van ja, maar dit is wel de weg die we gaan pakken. En zo gaan we het doen. Dus dat betekent van heel veel partijen dat ze daar ook ruimte voor moeten geven. En ik denk ook wat Hans net zegt, hè, van dat betekent dus ook dat je hokjes los moet laten. En misschien ook wel in de schoenen van die gast gaan staan. Hè? Want we hebben het gekscherend over kinderopvang. Maar wat mij elke keer opvalt in Zwolle is dat ik mijn kinderen nergens kwijt kan. Dus niet dat ik ze kwijt wil, maar als ik eventjes met ze door de stad loop... dan denk ik, ja, er is eigenlijk gewoon niet zoveel. Terwijl voor hun, zeg maar, als je langer verblijf in de stad wilt... en dat is niet alleen Zwolle trouwens hoor, is veel... maar ze willen natuurlijk niet de hele tijd die winkels mee in. Nou, dat doen we ook niet. We willen ook een keer op een terrasje zitten. Maar als ik op een terrasje zit, willen zij vaak rennen, springen, vliegen. Ja, daar is die stad dan ook niet zo op ingericht. En ik denk dat daar ook wel, hè, van ja, wat wil je dan met zo'n stad? Hoe wil je je positioneren? En experimenteer dan daar ook in. Hè, van wat kan er dan? Wat is er dan mogelijk? En ja, zou ik heel tof vinden. Word ik wel blij van. Kijk, de impactanalyse die gaat de volgende keer er heel anders uitzien voor Zwolle, denk ik. Dus de rest van Nederland, ja, dat klopt dan misschien. Geen fun shoppen, ja, maar toch, het is denk ik goed om toch nog vanuit het landelijke perspectief nog iets aan te sluiten op wat jij nu vertelt. Want dat experimenteren is goed. Maar bijvoorbeeld voor die leegstand in een gebied, in een stad, is het heel lastig om te gaan experimenteren en te denken dat het zich vanzelf oplost. Natuurlijk, je kunt een pop-up winkel erin hebben. Je kunt ook een leuke culturele activiteit. Maar uiteindelijk die waarde van het vastgoed moet ergens weer landen in een nieuw gebruik. En dan is het goed om te gaan kijken hoe kan het dan dynamischer worden... dan dat het niet monomaan alleen maar winkels zijn. Ja. Maar een goed project om die transformatie goed te maken... is geen experiment. Dat is een keiharde business case. En die moet je ook durven maken. Dus we zijn ook landelijk ook bezig om dat ook op de agenda te zetten. En dat is eigenlijk al gebeurd, ook door de Tweede Kamer. Er is ook al budget in de maak om daarin te investeren... als een soort aanjager. De overheid gaat natuurlijk niet die transformatie betalen... maar kan wel meedenken over het stimuleren van projecten... waar ook een stuk maatschappelijke meer
meerwaarde in zit, wat misschien niet zomaar in het vastgoed te vertalen is en wat extra subsidie voor kan komen. En dat soort grootschaliger aanpakken hebben we ook nodig, naast die goede experimenten. Dus het is belangrijk om aan beide puzzels te werken. En dat laatste, ja, dat vereist natuurlijk wel toch wat meer sound, zou je kunnen denken, business denken. Ook bij de overheid doen ze dat, want financiën gaat echt niet zomaar uitdelen. Dus het is wel belangrijk om ook daarin te investeren. En ja, misschien tot slot ook de mensen die in de sector werken. Want die moeten het ook echt leuk blijven vinden. En die wil je heel graag ook nog meer geven dan dat je zegt van nou, ga daar maar die kleren opruimen in die modewinkel. Dus het is superbelangrijk om de trots van de sector en het imago van de sector, dat je daar een carrière in kan maken. Dat je leuk je geld kan verdienen, maar dat je vooral ook ja, op een leuke manier met je klanten bezig bent. Dat gemoderniseerd wordt. Dat we investeren in eigenlijk vernieuwing van het onderwijs. Daar hadden wij het straks al eventjes over. Dus ik geef jou graag die over. Ja. Want jij weet er nog veel meer van dan ik. Maar het is superbelangrijk dat we daar ook wat ja, systematischer het onderwijs ook voorzien van geld en ideeën om dat goed te doen. Dat moet je hebt de ideeën ook wel Newton. Ja. Nou, ik geloof gewoon dat de belangrijkste toegangspoort tot een centrum zijn jonge mensen die gaan ondernemen. En wat je nog vaak ziet is dat die les krijgen uit materiaal wat nou, ons niet inspireert, maar eigenlijk niemand meer inspireert. En ik geloof gewoon, we hebben vanmiddag opnames gemaakt met ondernemers die bij elk thema wat in het boek staat gewoon eens hun praktijkverhaal vertellen. Gewoon iemand die succesvol is. En je merkt gewoon dat alles dan gaat leven. En dat onderwijs is echt de plek waar jonge mensen geïnspireerd raken door de binnenstad of dat niet doen. Dus daar begint ook een deel van de oplossing. Want als er meer mensen energie krijgen om in de binnenstad wat te gaan ondernemen, krijg je ook op grotere schaal kun je problemen oplossen, denk ik. Ja, volgens mij is het... Dankjewel. Dank jullie wel voor dit verhaal en voor deze inspiratie. En ik hoorde eigenlijk een heel mooi bruggetje naar het volgende onderdeel. De Overijsselse retailaanpak. Dat is in ieder geval wat sinds september gestart is. De provincie en RPO, die hebben dat ontwikkeld. En we gaan nu kijken naar een animatie. Want Kampen heeft volgens mij een aantal dingen aangepakt. En wat ik wel heel erg leuk vind om te zeggen, ja, die speelgoedwinkel die we zo meteen gaan horen, pas denk ik ook wel waar je je kinderen kwijt kan. En misschien dat Michiel de Groot zo meteen wel daar ideeën voor heeft. Dus wat mij betreft gaan we nu naar de animatie. De provincie heeft de Overijsselse retailaanpak ontwikkeld in samenwerking met retailplatform Overijssel. De aanpak bestaat uit 8 praktische instrumenten waarmee gemeenten, centrumorganisaties en ondernemers meteen aan de slag kunnen gaan. Voorbeelden zijn trainingen en workshops, de inzet van experts en ondersteuning bij plancapaciteit. Ook Kampen heeft gebruik gemaakt van verschillende instrumenten uit de Overijsselse retailaanpak. De uitdaging ligt bij deze stad op het realiseren van onder meer een compact winkelgebied. De provincie ondersteunt Kampen hierbij door het delen van kennis en ervaring en het openstellen van crisisarrangementen. Yes, dat was een heel mooi overzicht van de stad Kampen. Hier aanwezig is Michiel de Groot. Hij is voorzitter van Binnenstad Ondernemers Kampen. Welkom. Dankjewel. Dat je er bent. In Kampen zijn jullie volgens mij begonnen met heel intensief elkaar opzoeken en samenwerken. Met wie werken jullie zoal samen? Wij werken samen met vastgoed, de sectorfactor. De brancheverenigingen bij elkaar gebracht. Ondernemers van de verschillende ondernemersterreinen eigenlijk. Dus de binnenstad, maar ook de buitengebieden bij elkaar gebracht. En ja, dat resulteert een heel breed palet aan ideeën, maar ook aan energie. Yes. En jij hebt zelf ook nogal wat energie, hè? Ja. Komt dat misschien ook nog een beetje... Je bent zelf ook ondernemer. Wat ja. Misschien leuk om even te vertellen wat voor onderneming je hebt. Nou ja, speelgoedwinkel, hè, hoorden we net al. En ja, breng die kinderen bij mij. Je kan ze een pasje meegeven als je wil. Maar het is, ja, daar heb je ook energie voor nodig, voor een speelgoedwinkel natuurlijk. Maar soms is het wel eens bijzonder om te zien hoe moeilijk sommige ondernemers het zich maken ook. Terwijl er zoveel mogelijk is geweest, ook nu. Yes. Dank. We zijn ook nog even Kampen in geweest. En een paar van de samenwerkingspartners waar je het net over had, die komen ook nog in het filmpje naar voren. Daar gaan we nu even naar kijken. Uh,
Nou, de opgave die wij hier in de binnenstad van Kampen hebben, is dat wij op dit moment ongeveer 30 panden leeg hebben. En we hebben een onderzoek laten uitvoeren naar hoe kunnen we dat nou naar de toekomst toe sterker maken. En de opgave is dat wij ongeveer 20-25% van de winkelmeters in de binnenstad uit de markt moeten halen. Dat is natuurlijk een hele klus, want dat betekent dat je moet nadenken over de invulling van die leegstand. En of ondernemers die bijvoorbeeld verderop in de straat zitten, bijvoorbeeld de oude straat beneden Strooms, dat die eventueel hier naartoe kunnen verplaatsen. En hoe doe je dat dan? Nou, in die opgave zijn we nu volop bezig en werken we ook heel nauw samen met de provincie. We hebben in de afgelopen periode natuurlijk veel te maken gehad met de coronacrisis. Ik denk dat één belangrijk succes wat we hebben geboekt in de binnenstad is ook het promoten van de binnenstad via de crisisarrangementen van de provincie. In coronatijd hebben we een heleboel bijzondere dingen in Kampen gedaan en daar ben ik eigenlijk hartstikke trots op. Onder andere dat wij nieuwe arrangementen hebben gemaakt om de bezoekers ook in post-coronatijd te halen. De Van Rossums in Kampen is daar een mooi voorbeeld van. Het weekend van 13 juni hopen wij iedereen hier coronaproof te kunnen ontvangen, mede dankzij de Stadsbeweging. Nou, sinds de afgelopen jaren gaat de samenwerking in Kampen boven verwachting. Zowel de binnenstadsondernemers als de vastgoedeigenaren als de gemeente werken goed samen onder de vlag van Kampen Partners. En ook allerlei andere partijen haken daarop aan. En dat is echt fantastisch om te zien, om mee te werken. De laatste jaren is het wel enorm verbeterd. En dat komt gewoon puur omdat er gewoon veel meer binding is tussen ondernemers. We hebben tegenwoordig ook een appgroep. Ja, er wordt heel veel informatie in gedeeld. En er worden ook gewoon heel veel avonden georganiseerd waar we trainingen volgen. En waarin we met elkaar in gesprek zijn om te kijken hoe de ondernemingen en de binnenstad beter te maken. Een belangrijke uitdaging en ook een lerenpunt voor mijzelf is van hoe zorg je nou ervoor dat je de pandeigenaar in de binnenstad bij die opgave betrekt. Want we hebben hier in de binnenstad van Kampen meer dan 200 individuele pandeigenaren. Dus dat is een enorme klus om ze erbij te betrekken. Dat vraagt heel veel individuele contacten en ook de pandeigenaren uitleggen waarom het voor hun ook een kans biedt om met elkaar dit traject in te gaan. Wij hebben natuurlijk een soort droombeeld voor de binnenstad van Kampen. Hartelijke Hansestad aan het water. En de hele visie waar we nu mee bezig zijn, dat kan misschien wel 10, 15 jaar duren. Maar ik merk bij de ondernemers, pandeigenaren en ook gemeenten echt de bereidheid om samen daar de schouders onder te zetten. En ik hoop dat we op die manier over 10, 15 jaar een groot deel van de leegstand hebben aangepakt, een compact winkelgebied hebben en gewoon gasvrij en een vitale binnenstad met elkaar hebben. Mijn droom is dat Kampen de allerhartelijkste Hansestad van de hele wereld wordt. En daar gaan we in deze binnenstad samen voor zorgen. Ja, daar straalt de energie vanaf. Fantastisch. Mooie input vanuit de binnenstad. En Michiel, Roeland Tameling, jullie city marketeer had het, en volgens mij Leo Hoksberg ook, ze hadden het allebei heel erg over hartelijkheid. Hartelijke Hansestad. Dat is nogal belangrijk. Ja, dat is het thema van onze stad op dit moment. Dat is het stukje wat we willen uitstralen, maar dat moeten we dan ook zijn. Ja. En vandaar ook dat van de week toevallig gisteren de kick-off is geweest van de Hospitality Challenge, waarbij eigenlijk alle ondernemers, maar ook de medewerkers, zich gratis kunnen aanmelden. En die gaan 30 dagen lang iedere dag opdrachten krijgen die te maken hebben met hartelijkheid. En dus ook met Duitse toeristen bijvoorbeeld. Want de Duitse klant wil heel anders behandeld worden dan een Nederlands. Dus ja, zo hebben we een heleboel themaatjes. Hartelijkheid is niet alleen maar wat je zegt, maar ook wat je doet. En wat doe je? Hoe doe je dat? Door dingen uit te stralen, zoals bijvoorbeeld de filmpjes die we gingen maken voor corona, de terrassen die nog net veilig waren. Die hebben we eigenlijk allemaal niet uitleggend gemaakt, zoals elke stad dat deed met, oh ja, maar bij ons bent u wel welkom. We hebben gezegd, we gaan gewoon lol maken. Ja. En laten zien wat we allemaal wel hebben. Dus eigenlijk de positieve dingen benoemen. Ja. En dat is gelukt, die filmpjes doen het goed. Ja, ook ik heb het filmpje gezien. Vooral het filmpje van de zomer. Daar heb ik hartelijk om gelachen. Hartelijk, daar gaat hij. Daar gaat hij weer. Ja. Ja, dat was niet eens expres. Jullie hebben volgens mij ook nog tijdens coronatijd een heel ander mooi iets gedaan. Volgens mij een bingo. En oh, er ja, was ook nog iets moois met cultuur. Kun je daar misschien nog iets over vertellen? Ja, bingo hebben we gedaan. Dat was ook een geniaal ideetje van een paar dames uit Urk. Als je het hoort, dan denk je bingo, dat is bingo. Fijn. Maar we hebben daar... eigenlijk wilde ik in het theater. En het theater zei eigenlijk, ja, maar dit is nou niet echt de hoge kunst die bij ons past. En toen heb ik gezegd, dan maken we de hoge kunst van. Dus we hebben daar eigenlijk allemaal lokale bands bij betrokken. Artiesten bij betrokken, ook singer-songwriters. Die hebben we allemaal gemixt. In de uitzending. De uitzending was live. We hebben de hele stad erbij betrokken. En dat was eigenlijk een avond uit voor heel veel mensen. Precies op het goede moment nog. De lockdown zat er nog een beetje op en de avondklok ook. Dus dat heeft ook voor ons als ondernemersvereniging
een enorm podium gegeven van... hey, we zijn er voor jullie en we doen leuke dingen voor jullie. En dat blijven we doen trouwens, hoor, beloof ik nu. En wat hebben we nog meer gedaan? Met die arrangementen die er natuurlijk allemaal waren financieel... hebben we ook de binnenstad, die wordt nu gebouwd... zijn we aan het verbinden met het Stedelijk Museum. Die heeft een hele mooie expositie over iets moois. Maar daar maken wij... dus de binnenstadsaankleding maken we daarop passend. Dus diezelfde ontwerpster maakt ook voor ons alle uitingen. En dat gaat een lint vormen in de stad. En daar kwam natuurlijk een beetje 3D-art komt erbij. Maar dat is wel heel tof, omdat je daarmee die verbondenheid weer laat zien. Cultuur en ondernemers samen. Ja, super. En er wordt heel veel samengewerkt. Ik kan me ook zo voorstellen dat er misschien ook wat geleerd wordt van elkaar. Ondernemers, gemeente, vastgoed. Jazeker, ondernemers en gemeente, maar ook vastgoed. We zitten eigenlijk allemaal ergens wel bij elkaar. En dat is het gave wat wij nu hebben. Wat Roeland en Ronald ook allemaal zeggen. Dat je op een gegeven moment zegt van hoe bouw je nou zoiets? Dat komt door de juiste mensen op de juiste partijen met de juiste energie. En daar hebben we Tom even net over gehoord. Je moet mensen hebben. Ja, je zat ook heftig te knikken, zag ik. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Want dat is precies wat er gebeurd is bij ons. De juiste mensen op de juiste plek met de juiste energie. En daar komen ook de juiste ideeën. Die lukken dan ook gewoon. En wij roepen wel eens ook met een vriendengroepje... waar we toevallig nog Code Kampen, een leuke speelfilm mee te maken zijn. Zonder budget trouwens. Wat het nog leuker maakt en uitdagender. Maar we zeggen, alles wat wij doen, lukt. En het komt omdat het allemaal uit het hart is, omdat het puur is. Nou ja, dat is ook iets om van te leren, denk ik. Ja, nou supermooi om ook jouw energie te voelen en te horen... dat ook al is het, hebben de binnensteden en de binnenstad van Kampen... een ontzettend moeilijke tijd achter de rug, dat er toch heel veel... Eigenlijk positieve... valt het wel mee, de ondernemers hebben natuurlijk dichtgezeten... maar als je nu gaat rondvragen hoe iedereen het heeft... zijn ze volgens mij behoorlijk tevreden. Zo, ja. Positief weer vooruit. Ik vond het bezorgen ontzettend leuk om te doen. Bijzonder om te horen. Ja. Ja. Dank. Ja, dank voor je verhaal en dat je het met ons wilde delen. Yes, dank je. We gaan het nu hebben over regionale samenwerking. En daar gaan we mee beginnen met een animatie. Onze centrumgebieden veranderen sneller dan ooit. Om onze centra te ondersteunen, hebben we de Overijsselse retailaanpak ontwikkeld. Hierin zitten 8 instrumenten waar al flink gebruik van wordt gemaakt. Dit levert nu al positieve resultaten op. Maar we moeten verder kijken dan het hier en nu. Een goede samenwerking tussen gemeenten in de regio is daarbij essentieel. Door regionaal afspraken te maken, kun je elkaars kracht benutten. Waar binnen de ene kern veel aandacht is voor winkelbeleving, is de andere kern juist in toeristisch opzicht interessant. Hierdoor worden gemeenten complementair in plaats van concurrerend. De provincie heeft beleid voor retail met daarin heldere richtlijnen. Voor de meeste winkels is daarmee duidelijk of ze zich in een centrumgebied, wijkcentrum of de periferie mogen vestigen. Maar winkels zijn steeds moeilijker in een hokje te plaatsen. Voor zulke uitzonderingsgevallen kunnen gemeenten in een regio onderling afspraken met elkaar maken. Zo houden we onze centrumgebieden vitaal. We zorgen voor een gelijk speelveld voor ondernemers en bieden duidelijkheid aan investeerders. Ten slotte betekent regionale samenwerking ook dat je kennis en kunde met elkaar kunt delen. Hier kun je als gemeente van mee profiteren. Okay. De provincie en het retailplatform steunen de regionale samenwerking tussen gemeenten. Dat doen we door te faciliteren, te inspireren en te verbinden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat onze centrumgebieden levendig blijven. We gaan het hier aan tafel hebben over regionale samenwerking. En daar hebben we nieuwe gasten voor aan tafel. Allereerst René de Heer, wethouder gemeente Zwolle. Bram Harmsma, wethouder van Steenwijk Land. Renilde Huizenga, statenlid voor D66. En Aukje Grouwstra, binnenstadmanager van Zwolle. Dat gaan we doen aan de hand van 3 stellingen. Dus we krijgen nu de eerste stelling. Daar kunt u thuis weer op reageren via de Mentimeter. En de eerste stelling is, wat kan regionale samenwerking opleveren? Want dat is natuurlijk de vraag, hè? We hebben hier een grote gemeente, een kleinere gemeente. Ja, wat helpt het dan om samen te werken? Dus misschien een eerste vraag aan Bram Harmsma. Als wethouder van een prachtige gemeente, de Wieden, de Weerribben, Giethoorn,
Nou, volgens mij een fantastisch gebied. En natuurlijk Steenwijk Vestingstad, om het maar even af te maken. Kijk. Maar om even aanvullend op het echt wel inspirerende verhaal van Tom. He, dat zijn een bepaalde trends die we echt landelijk zien. Ja, dan zou je toch niet willen dat iedere gemeente voor zich gaat bedenken hoe we daar invulling aan geven. Dus dan wil je een bepaald schaalniveau, waarvan wij denken, ja, daar, op dat schaalniveau doen de problemen ook zich voor. En als ik even redeneer vanuit gemeente zelf. Ja, soms ontbreekt ook gewoon de kennis, hè, de expertise om er echt wat mee te doen. En als ik dan kijk naar het succes van bijvoorbeeld de stadsarrangementen, waar wij zelf ook zijn geïnspireerd en er nu invulling aan geven. Ja, dat maakt echt het verschil. En samenwerken, dan hebben we toch, ja, ik zeg het maar, ik weet niet of het oneerbiedig is hoor, maar de grote broer Zwolle. Zo zien we dat, ja hoor. Ja? Ja. Oké. En hoe werkt dat dan? Want dat is een hele andere schaal. Mag ik dat vragen aan u, meneer de heer? Ja, zeker. Nou, kijk, als er iemand is die voor samenwerking gaat, dan ben ik het wel. Want mijn motto is altijd, alleen kom je misschien wel verder, maar of alleen ga je misschien wel sneller, maar samen kom je verder. En ik denk dat je door samenwerking kennis uit kunt wisselen. Maar je kunt ook gebruik maken van elkaars voordelen. Ik bedoel, Zwolle is een prachtige stad, maar Giethoorn is een prachtig verblijfsstukje. En Steenwijk Vestingstad is ook een heel mooi gebied om in de regio Zwolle eens te bekijken. Dus je kunt eigenlijk consumenten en de inwoners veel meer bieden als je met elkaar gaat samenwerken, als je ook een beetje afstemt. En als je met elkaar gaat werken aan een versterking van de beleving. En dat vind ik zo interessant van het verhaal van Tom, om te laten zien van, weet je, als we daar nou eens mee experimenteren, als we het gewoon eens doen en dan kijken wat er gebeurt, dan kom je volgens mij tot hele mooie stappen en een nieuwe toekomst. Ja, dan is het natuurlijk de spannende vraag, hoe gaan we samenwerken? Misschien eerst even naar Aukje Grouwstra. Je bent binnenstadmanager van Zwolle, dus dat is je core business. Ja, en ik heb net al een deal gemaakt met BAM. Dus kijk. Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Ja, heel goed. Ja. Nou, dan ben ik benieuwd naar de deal. Ja. Nee, ja, daar komen we nog mee naar buiten. Maar, cliffhanger. Ja, ja, zeker, zeker. Je moet een beetje de spanning ook of zo op het eind van de avond een beetje vasthouden. Maar wat ik allemaal heb gehoord is eigenlijk ook over funshoppen, over al die brancheringen. Wat ik heel erg heb gemerkt is dat mensen het heel erg hebben gemist dat ze elkaar konden ontmoeten in de stad. En ik denk dat dat het meest belangrijke is. En René kan het denk ik wel bevestigen. Wij hebben een fantastische historische binnenstad. En daar wil je ontmoeten als ik de deur uitstap. Ik woon in de binnenstad. Dan hoor ik dat gegons weer van mensen die heel blij zijn elkaar weer te ontmoeten. En dat ontmoeten mogelijk maken, ja, daar heb je al die partners voor nodig. Dus ook cultuur gaat een hele belangrijke factor daarin spelen. Maar ook die mix van retail en horeca. En ik mag natuurlijk niet blijven vissen, maar wat heb je dan met Steenwijkland? Zal ik eens een suggestie doen? Nou, kom op. Nee, ja, kijk, wij hebben niet een bepaald voorzieningenniveau wat Zwolle wel heeft. Hè. In dat filmpje werd dat complementair genoemd. ARD vatte dat ook heel mooi samen. Daar wil je samen kijken naar een mooi aanbod. Maar bijvoorbeeld, we hebben wel heel veel Aziatische toeristen gehad in Giethoorn, die ongetwijfeld ook weer terugkomen. Die willen ook een bepaald aanbod. Nou, vaak gaan ze van Amsterdam naar de Bijenkorf. Maar zouden wij dan niet gezamenlijk eens kijken hoe kunnen we daarop inspelen als regio? Want als Steenwijker Land dat zegt, is het minder interessant dan dat we daar gezamenlijk in optrekken. Ja. Hoe kijkt u daar tegenaan vanuit de provincie? U bent statenlid. Zij willen allemaal gaan samenwerken. Wat kunt u dan voor hen betekenen? Kunnen we niet op tegen zijn, uiteraard. Ik denk wel nog even inhaken op dat eerdere onderwerp, is dat het veel meer naartoe gaat dat het een plek is om ergens te zijn. En niet alleen om te kopen. Dus we gaan van place to buy naar place to be. En dat betekent dat we met elkaar moeten samenwerken en dat we dus ook die synergie van die samenwerking daarin moeten bereiken. Dus dat maakt dat je gewoon in de combinatie van misschien inderdaad Steenwijkerland, waar je natuurbeleving hebt, meer buiten bent, dat je dat combineert met de stad waar je dichter met een leefomgeving te maken hebt, waar veel stedelijker is. En daar kan je natuurlijk slimme product-marktcombinaties maken. En samenwerking is daarbij cruciaal. En dat moet de gemeente zijn, dat moet de regio zijn. Maar ik denk dat de provincie daarin ook mee kan denken. En dat moet je samen doen, absoluut. En dan, want de provincie heeft stadsarrangementen. Krijgen we dan ook regionale arrangementen?
Ja, nou ja, dat is wat je met elkaar over moet nagaan denken. Ik denk wel, en we hebben er net aan tafel hebben we ook Marketing Oost gezien. Die zijn natuurlijk heel goed in dat soort dingen. Ik denk dat je als provincie niet goed niet moet gaan bedenken, zeg maar, wat voor arrangementen gaat doen. Daar zijn er genoeg mensen voor. Maar je moet het wel met elkaar over hebben. Hoe kunnen we nou samenwerken? En daar zit de winst. En die creativiteit, want die wil ik ook nog wel weer even terughalen. Dat je gaat experimenteren en proberen. Dat hebben we aan het begin gezegd. Maar ik denk dat dat ook wel iets is wat we nu geleerd hebben dit jaar, maar wat we ook nog wel meer kunnen gaan doen met elkaar. En dat is natuurlijk wel iets waar je als provincie van kan zeggen van laten we gaan experimenteren bij ons in de provincie met verschillende gemeenten en regio's. Dus dat is absoluut. Dat kan verschillend zijn. Dus als deze regio zegt we willen heel graag samenwerken, dan is er niks op tegen en dan gaan we aan de slag, denk ik. Ik ben wel benieuwd wat de mensen thuis ervan vinden. Lieke, we hebben natuurlijk een Mentimeter. Zijn er reacties binnengekomen? Ja, die zijn er zeker. En wat interessant is om te zien is dat eigenlijk iedereen die reageert positief is, het goed idee vindt en focust op complementariteit en onderscheidend vermogen van verschillende plaatsen, om daarop te focussen. Wendy Weidema, jij wil volgens mij ook graag reageren. En volgens mij sluit het ook heel mooi aan bij je vakgebied. Dus, ja, klopt. Ja, eigenlijk op wat Reinilde net ook zei, hè, die stads-platteland samenwerking. Ik denk eerlijk gezegd dat we in deze coronatijd ook echt heel veel meer innovatie hebben gezien. Waar het me voorheen was opviel, dat ik dacht van hé, willen ondernemers wel? Of gaat het eigenlijk makkelijk? Of is er urgentie om überhaupt te veranderen? Moet je het wel doen? In die coronatijd was het natuurlijk gewoon zo, ja, je moet iets. En dan gebeurde het ook. Dus streekboeren gingen samenwerken met ondernemers in de binnenstad. Gingen toeren. Ondernemers kwamen ineens aan huis, gingen andere dingen doen. Dus ik denk ook dat wel die verbinding tussen stad en platteland, zeg maar, die afhankelijkheid ook weer extra heeft laten zien. Maar juist ook bij die ondernemers die innovatie heeft naar boven heeft gebracht. En ik hoop ook dat we dat als goed iets, zeg maar, kunnen vasthouden. Dank. Er komt nog een reactie binnen ook rond compacte centra en hoe regionale samenwerking daar misschien een rol in kan spelen. Rick, misschien is dat nog interessant om aan tafel te bespreken. Oké, dus compacte centra, Zwolle als voorbeeld denk ik dan. Hè? Het moet compacter wellicht. En wat heeft dat met regionale samenwerking te maken? Ja, ik ben natuurlijk niet de opsteller van van de zin. Maar als je dat hoort, Aukje, ik paas hem gewoon even door. Ja, altijd goed. Dankjewel. Hij gaat weer door. Zullen wij gewoon af en toe even zo. Vul me alsjeblieft aan, René, als je dat goed vindt dat ik het woord neem. Zwolle is al een heerlijke, compacte stad. Het is overzichtelijk. Ik denk dat we het niet voor lief moeten nemen. Maar wij zijn natuurlijk sorry dat ik even trots spreek, maar een hele interessante stad. Hè, dat mag ik wel even zeggen. We hebben wel wat. We hebben wat zaken op te lossen. Maar compacter, nou, dat denk ik niet. Er zijn wel een aantal andere zaken. Ik denk dat wij onze programmamix wel wat interessanter kunnen maken. We kunnen de gelaagdheid erin brengen. Ik zeg wel eens van, als jij je appartementje leuk hebt gekocht boven een winkel en je wil een foto van je kinderen ophangen en je moet helemaal naar een industrieterrein om een schroefje te halen, dan is het toch prettig dat er eentje om de hoek zit, zeg maar, om even iets te noemen. Ja. Ja. Oké. Mag ik daar inhaken? Ja, natuurlijk. Ja. Nou ja, wat heel duidelijk aangeeft, als je in de binnenstad woont, in die compacte stad, dan is het natuurlijk heel mooi als je inderdaad veel lokale ondernemers hebt. Dus dat je dat ook met elkaar voor elkaar krijgt. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je een gedeelte van het centrum van de stad geschikt maakt, ook voor meer appartementen. Hè, we hebben natuurlijk ook een enorm woningtekort. Dat je, als je daar woont, dat je om de hoek een ontbijtje kan halen. En wij hebben niet een ontbijtcultuur in Nederland. We hebben wel van de lunch en het diner, maar ontbijten doen we nog niet zo erg met elkaar. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat soort combinaties kan ontwikkelen met elkaar. En dan is het niet alleen kopen, maar dan is het ook echt dat beleven. Ja. En dat zit natuurlijk wel in ook de stad prettig maken om daar te zijn. En ook het centrum van de stad, denk ik.
Ja. Dat ben ik helemaal eens. Want ik denk dat compacte stad, ja, dat zegt iets over een hokje of een ruimte. Als je nou kijkt naar de stad, moet je eigenlijk beleven in een mix van functies. En als het alleen een koopcentrum is, ja, dan zijn mensen er tussen 10 uur 's ochtends en een uur of 6, 7 's avonds. Als je de horeca aan toevoegt, dan heb je het avonddeel erbij. Als je de wonen aan toevoegt, dan ben je al 24 uur bezet. Als je de onderwijs en cultuur aan toevoegt, dan wordt het steeds gezelliger. En als je kijkt naar de Zwolse binnenstad, dan heeft dat ertoe geleid dat er eerst geen en nu 3 binnenstadsupermarkten zijn. Een kleine Spar, dat is zeg maar mijn extended fridge. Ja. Een hele leuke vers winkel, de Buurman. En we hebben ook al wat grotere Coop in de binnenstad zitten. Dus dan moeten we even dat ontbijtje kopen. Maar dan gaan we nog wel even naar Steenwijkland. En dan komen we weer terug. En dan de volgende dag weer winkelen. En is dat wat er gaat gebeuren dan? Ik denk dat regionale samenwerking, want daar gaat het natuurlijk op dit moment over, helpt op het moment dat we geen dingen doen voor elkaar die dat beeld verstoren. Dus ergens iets heel groots in een weiland neerzetten is misschien niet zo handig. Met elkaar goed afstemmen waar misschien zo'n heel groot retailcentrum komt voor woonbeleving. Ja. Ik vind dat ik dat met Bram moet afstemmen. Ik kan wel gewoon zelf mijn eigen gang gaan, maar heeft hij daar last van? Hebben zijn binnenstadondernemers daar last van? En wat kunnen wij doen met bijvoorbeeld hele mooie, fantastische woonzaken in Steenwijk? En hoe kun je die eigenlijk hier promoten? En wat kun je met elkaar doen? Oké, die hou ik even ook als een soort cliffhanger. Als we dan toch in de cliffhanger zitten. Ik wil graag even naar Monique van Haaf. Ze is gedeputeerde van Overijssel. Als je dat zo hoort, regionale samenwerking. Kan ik me dan voorstellen? Gaan we voor regionale stadsarrangementen, zodat zij ook echt gestimuleerd worden om samen te gaan werken? Is misschien niet nodig, hij gaat vanzelf, maar kan helpen. Ja, weet je, wat ik hoor is, regionale samenwerking is nodig. En dan kun je dat invullen op een bepaalde manier. Je kunt verschillende richtingen kiezen. Doe je dat door het culturele aanbod op elkaar aan te laten sluiten? Of door toeristen langer in de regio te houden? En eigenlijk naar elkaar, als je niet meer te bieden hebt aan zo'n dag, naar een naburige gemeente, zeg maar, nog weer aanvullend iets te kunnen bieden? Nou, dat zijn hartstikke mooie plannen. En je kunt hem ook invullen, zoals waarmee René net afsloot. Van welk aanbod heb je? En versterk je elkaar ermee? Of zit je in een concurrentiepositie met elkaar en heb je last van elkaar? En dat laatste, dat is een belangrijke overleg. Deels ook in de ruimtelijke kant, hè, om die op te gaan pakken. Wat kun je daarin voor elkaar betekenen? En welke afstemming is nodig? En wat betekent dat ook voor je aanbod? In je stad, in je dorp, in een middelgrote stad en alles in zo'n regio daarbij. Wat wil je wel in je centrum hebben en wat moet eigenlijk een andere plek krijgen? En dat kun je heel goed afstemmen, zodat je het complete plaatje, zeg maar, mooier invult en niet afwacht tot een initiatief zich ergens aandient en dan maar een oplossing zoekt. Dus je kunt wat meer gaan sturen, wat meer regie erop voeren. En passende bij ook wat de tijdsgeest is en wat er nu gevraagd wordt. Want de wereld is voortdurend in beweging. En je kunt het nu niet voor over 10 jaar al vaststellen. Dus je moet mee blijven praten, blijven bewegen met elkaar. En dat vind ik vanuit de provincie heel belangrijk. Om die overleggen goed vorm te gaan geven. En of daar dan regio-arrangementen uitkomen. Nou, wat Renilde al zei, ja, die gaan wij niet bedenken. Maar als die daar uitkomen en echt gaan helpen in zo'n regio, zijn ze reuze interessant, ook voor ons. Oké, nou, daar staan we open voor. Volgens mij kunnen jullie de handschoen oppakken, wellicht. Zeker. We gaan door naar een volgende stelling. Je kunt thuis stemmen weer via Mentimeter. Want wie heeft het meeste baat bij regionaal samenwerken? Ja, ik zit te denken hoe het gesprek loopt. We gaan zien of het interessant is. De grote stad, de middelgrote steden, streekcentra, kleinere steden en dorpen. Ja, of allemaal. Dat is antwoord D. Dus hoe kijken jullie daar tegenaan? Wie heeft eigenlijk het meeste baat bij? Wie heeft het meeste winnen bij deze regionale samenwerking? Of mag ik zo niet praten? Nee, ik zou zeggen geen van de vier, maar de consument. De inwoner heeft het meeste winnen bij regionale samenwerking. Wel, als je verschaald aanbod hebt in Steenwijkland, is dat niet goed voor de inwoners van Steenwijk. Die moeten dan misschien wel naar een andere stad. Wat weer allerlei reisbewegingen oplevert, waardoor een negatieve spiraal komt.
Ja, en dat moeten we met elkaar niet willen. Want als je een regio hebt die niet leeft en die niet met veel creativiteit en dingen bezig kan zijn, ja, dan gaat het voor onze regio in zijn totaliteit ook niet de goede kant op. Ook niet voor Zwolle. Ja. En ik denk in zijn algemeenheid, hè, zie je de bepaalde mate van urgentie is in plattelandsgebieden echt wel groter. Dus niet dat ze er meer baat bij hebben. Ik denk dat je het echt in totaal moet bekijken. Nou, René die hint al even subtiel op, laat maar zeggen, de hypermarktaffaire. Dus de bouw van een enorme unit bij ons in de weiland. Daar hebben we ook met hulp van de provincie en ook wel in de regio goed naar gekeken. Om gezamenlijk te kijken, is dit een weg die je inslaat? Maar de retail-aanpak beperkt zich denk ik niet alleen tot regio samenwerken, maar bijvoorbeeld toerisme werd ook al genoemd. Als wij een meerdaags verblijf willen van mensen die onze regio bezoeken, is het evenzo interessant om natuurlijk een uitstapje te maken naar Zwolle voor theater of voor een ander aanbod wat wij niet hebben. Dus dat in zijn totaal bekijken lijkt mij heel gezond. Maar ik denk dat we allemaal ons verbonden voelen met de regio Zwolle. En ook wel naar kijken naar de stad. Maar de urgentie op het platteland die is er enorm. En daarom denk ik ook deze aanpak en goed dat we hier zitten. Dus ik proefde ook wel de juiste energie. Maar ook wel even om de pijn te benoemen die zich op dit moment wel afspeelt. Dus dan hebben toch de kleinere steden de meeste baat erbij? Want Zwolle kan het eigenlijk ook wel alleen. Nee, ik denk dat je nogmaals echt in totaal moet bekijken. Maar de urgentie in de kleinere steden, op plattelandsgebieden, is echt wel veel hoger dan natuurlijk naar bijvoorbeeld een Zwolle. Ja. Ja. En dat ben ik ermee eens. Oké, okay. Ik ben benieuwd. Lieke, zijn er al reacties binnen? Heeft iedereen gestemd? Oh. Kijk, we zien daar een uitslag. Kun je daar iets over zeggen, Lieke? Ja, volgens mij is het wel vrij duidelijk te zien dat de mensen die kijken vinden dat uiteindelijk iedereen baat heeft bij regionale samenwerking. Dus misschien een iets andere invalshoek dan aan tafel. Ik wil ook nog even het woord geven aan Marijke van Hees. Je wilde net reageren. Ik weet niet of het nu nog steeds. Het is ook wel in de dialoog op het einde ook, dat juist die kleinere kernen natuurlijk vaak geen alternatief hebben. En dan is het soms heel pijnlijk om te zien dat er nog een soort van initiatief wordt genomen van doe nog maar iets grootschaligs aan de rand. Terwijl je dan soms ook ziet dat dat niet wordt afgestemd. Hè. Ik hoor hier aan tafel heel grote bereidheid om dat met elkaar dan af te stemmen en te kijken, is dat nou goed voor de betreffende kern en ook misschien voor de omliggende gemeente. En je kan eigenlijk vanuit het landelijke ontwikkeling niet genoeg benadrukken om dat daadwerkelijk te doen. Want er zijn nogal wat situaties waarin dat echt gewoon niet gebeurt en waar gewoon spanning optreedt. Maar waar ook, als dat dan niet gebeurt, als dat niet mag, vervolgens zo'n kleine kern ook, voor je het weet, aan het lot wordt overgelaten. En wat ga je dan doen? Er zijn natuurlijk toch heel veel plekken in Nederland waar het uiteindelijk minder gaat en waar dus ook niet zomaar een oplossing is van hoe moet het dan? En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, dat de leefbaarheid en de leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid ook van die kleinere kernen natuurlijk toch gebaat is met dat er iets van een voorzieningenstructuur blijft. Nou, je ziet wel initiatieven daarin. Je ziet ook dat vrijwilligersorganisaties zelfs boekhandels overeind houden. Is dat dan op de lange termijn duurzaam? Nou, ik vind het wel heel mooie experimenten en ik vind het ook super te prijzen. Maar het is dus heel belangrijk om daar toch voor die kleine plekken waar het niet vanzelf gaat, veel oog te hebben in die regionale samenwerking. En wat is dan eigenlijk je oproep? Nou, om de kansenkant van Zwolle, bijvoorbeeld als het om woningbouw gaat, ja, misschien is er iets meer woningbouw mogelijk in een aantal gemeenten daaromheen, waarbij de voorzieningenstructuur van Zwolle houdt, maar toch in de kracht van de kleine kernen meer nieuwe bewoners krijgt, waardoor daar de vitaliteit toch ook groeit. Ja. Er is heel veel spanning op die stedelijke centra. En ik denk dat het heel belangrijk is om toch te kijken, die hang naar wat kleinschaliger, die misschien ook door corona wat gestimuleerd wordt, is dat de mogelijkheid om toch niet alles in die grote steden, in die wat grotere steden te proppen, maar iets meer in de kernen daaromheen toch ook aan woningbouw te doen. Dank. Rick, naar jou. Ja, wil iemand daarop reageren? Ik hoor hier. Daar wil ik wel even op reageren. Ik wil naar Huizinga. Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is om vitale dorpskernen ook te houden. En je ziet toch ook wel dat er veel scholen soms verdwijnen uit dorpen. Als je dan niet meer in zo'n dorp echt essentiële dingen aanwezig hebt om daar levendigheid te creëren. En dat betekent ook dat je, maar dat is een ander thema, maar dat je het ook moet hebben over openbaar vervoer en hoe mensen van dorp naar stad kunnen. Maar dat maakt wel dat die dorpskern, als die vitaal is, dan gaan mensen daar ook graag wonen. Als er niks in de buurt is, geen school, geen winkels, dan gaan mensen toch naar die stad toe. En die combinatie, die moet je maken met elkaar. Dus absoluut aandacht voor de vitale dorpskernen en het platteland ook, zeker. En als je dan kijkt, want we hebben het over regionale samenwerking, wie moet dan het voortouw nemen? Of hoe gaat dit nou dadelijk gebeuren? Ja, hoe komt dit aan het rollen?
Ja, een van de successen van de regio Zwolle is dat we dat juist niet doen. Hè. Met een lichte structuur, dat we zeggen waar de energie op zit, daar vinden we elkaar op. Nou, bijvoorbeeld het project woningbouw werd al even aangestipt. Dan zie je dat we het allemaal heel erg een goed idee vinden om een verstedelijkingsstrategie. Hè. Waar gaan we woningen toevoegen en waar niet? Waar kiezen we voor? En dat noemen wij dan, nou ja, coalition of the willing, om het maar even zo te zeggen. Partijen waar we zeggen, we steken de handen bij elkaar. En dat hoeft ook niet iedereen te zijn. Maar koester die lichte structuur. En we zien gelukkig ook wel een provincie die op het juiste moment de lead pakt. En ook een ambitie etaleert als het gaat om die vitale centra. En daar ook een goed programma voor heeft. Dus volgens mij is die vraag ook deels wel belegd. Oké, dus jullie hebben al een soort structuur. Ja, maar dan wel, kijk er ook altijd, hè, begin onderop. Begin daar waar je het dichtst bij doet. We weten elkaar te vinden. Dus geen blauwdrukken, geen Newton-aanpak, zou ik bijna zeggen. Maar laat het wel quantum gebeuren. Zo is onze regio ontstaan en groot geworden. En daar mogen we ook vaak en veel over vertellen. Kijk, in de provincie die mag wel, die kunnen we gebruiken op het moment dat er grote dilemma's zijn. En de zaken zo grensoverschrijdend zijn dat er wel regisseurrol voor een provincie is neergelegd. Maar probeer als provincie ook weer niet te veel gelijk van tevoren te regelen. Misschien hou je dan dingen tegen die iets heel moois kunnen zijn. Okay. Maar dilemma's bespreken, dat kan altijd. Ja, een dilemma-overleg. Een dilemma-overleg met de provincie op het moment dat Bram en ik er niet meer uitkomen. Dat zie ik wel voor me. Nou, daar wil ik natuurlijk even op inhaken. Want het is natuurlijk niet de gedachtegang dat als het dilemma's zijn, dat we bij de provincie moeten zijn. Ik denk dat we ook, waar we het in het begin over hadden, waar Tom zijn verhaal over deed, is dat ik denk dat je echt moet experimenteren. Dus als je het hebt over die quantum aanpak, dan betekent dus dat je een experiment moet hebben. En misschien heb je bij ieder experiment een andere vorm van samenwerking. Dat moet organisch gaan. En als je daarin elkaar kan vinden. Want in het ene experiment is misschien die gemeente wat meer in de lead of de regio. En in het andere experiment kan je als provincie gewoon wat faciliterender zijn of daarin iets mee doen. Dan denk ik dat je gewoon een stap verder komt met elkaar. Dus dat moet je gewoon ook niet schuwen. Oké. Ja, de vraag is natuurlijk, ik weet niet of meneer de Heer het zo bedoelde, of een dilemma overleg is van wij komen er niet uit, beste provincie, ja, vertel het maar. Door. ja, dat is eigenlijk wel een mooie derde stelling. Dus we gaan, het is volgens mij het bruggetje naar de derde stelling. Want wie beslist dan bij ontwikkelingen met regionale impact waar het beleid dus niet in voorziet? Dus Steenwijk, Land en Zwolle komen er niet helemaal uit. En dan? Dat is de grote vraag. U kunt weer stemmen via de Mentimeter. En daar hebben we drie mogelijkheden. Ja, of de gemeente die beslist gewoon waar het gebeurt en die doet het gewoon. Of de regio in een dilemma overleg, maar hoe dat dan gaat gebeuren, daar moeten we het dan echt wel even over hebben. Of toch even van, ja, is allemaal leuk en aardig, maar daar hebben we nou toch echt wel een provincie voor. Succes. Dus u mag thuis stemmen. Ik ben benieuwd wat jullie thuis vinden. En wij gaan hier toch vast een schot voor de boeg geven. Als jullie dit zo horen, wie heeft dan het laatste woord? Ja, ik weet ook niet wie ik het woord mag geven, wie nu durft. Ja, dat durf ik wel. Kijk, we hebben ook wettelijke kaders. En als het gaat over de ruimtelijke ordening, dan is dat redelijk wettelijk geregeld. Maar zit er tegenwoordig ook wel veel ruimte in. Dus als er veel ruimte in zit, dan zou ik zeggen, laten we gebruik maken van de ruimte. En als we er dan niet uitkomen, dan vind ik het ook heel volwassen als de provincie zegt van, als jullie er niet uitkomen, moeten jullie eerst nog maar eens even een stukje verder praten. En dat lijkt me nou zo'n dilemma-overleg. Oké. Okay. En waarom? Dus ik ga niet zeggen wat het wordt, maar die zeggen, ga nog maar een keer terug aan de tekentafel. Of, ga nog maar eens kijken of je er wel samen uitkomt. En niet zozeer om het van je af te schuiven, maar om de inspiratie en energie te laten waar die is. En we komen natuurlijk uit een tijd met veel vastomlijnde plannen, programmeringsafspraken, et cetera. Die hebben ons best gered. Maar de vraag is of je de komende periode een schaalsprong kunt maken die we hier in de regio willen doen. Met vastomlijnde hokjes denken. Ik denk het niet. Bram Harmsma? Ja, ik zou ook geen bestuurlijk antwoord geven over roltaakbevoegdheden en bestuurlijk instrumentarium op dat moment. Maar de vraag is natuurlijk wel afhankelijk van welke casus. Hè. Ik heb zelf ervaring met de komst van een hypermarkt, wat we echt betiteld hebben als ongewenst en ongewild. Dan kijk je op dat moment ook, vraag je misschien meer hulp dan dat je zegt, bij wie zit het aapje op de schouder? Dus dan kijk je meer, hoe kun je elkaar daarin vinden? Ja, en dat is ook wel de praktijk, dat we dat toch ook doen. Dus afhankelijk van welke casus kijk je ook van, is de gemeente hier bij macht om een knoop door te hakken, of moeten we dit gezamenlijk doen? En in de praktijk vinden we elkaar daarin. Ja.
Renelde Huizinga, volgens mij hoor ik niet dat jullie nu het antwoord hoeven te geven. Maar... Nee. Nou, ik denk ook dat dat een goed antwoord is. Dus dat zo zou het ook niet zo moeten zijn. Want ik denk dat als je als de provincie het antwoord moet geven, dat ik denk dat in de regio dat daar de kennis is. Wat het kenmerken van het gebied is. En dus ik sluit heel erg aan bij zoek de ruimte. Als er ga experimenteren, zoek de ruimte. Maar je kan als provincie daar wel een rol in spelen. Want je hebt natuurlijk wel een brede... We hebben ook een omgevingsvisie op de hele provincie. We hebben natuurlijk allerlei opgaven. Dus binnen die kaders die je hebt met elkaar... Ja, dan moet je daar wel het gesprek over aangaan. Ja, dus ondersteunen, helpen. Ja, faciliterende rol. En niet per definitie een sturende rol. Ja, ja. Ik denk dat dat het beste werkt, ja. Ik ben benieuwd wat de mensen thuis ervan vinden. Ja, en dat is een hele interessante uitslag. De regio staat namelijk hartstikke bovenaan. Als het gaat om wat de kijkers vinden, wie er vooraan moet staan in de beslissingen. En op de tweede plaats staat de gemeente. En onderaan op de derde plaats de provincie. Dat zou volgens mij betekenen dat er een boel werk aan de winkel is voor de regio's. Is er misschien nog iemand die hier nog op wil reageren? Ja, Tom Kikkert. Ja, wat ik steeds fascinerender ben, als je besluit om samen te gaan werken, dan leidt dat vaak tot vergaderingen. Maar als je besluit om tot een goed initiatief te komen en vervolgens te gaan samenwerken, dus als je een idee hebt bedacht waar je aan wilt werken en dan besluit om samen te werken, dan leidt dat vaak veel meer tot vooruitgang, omdat je iets hebt om tegenaan te duwen. Dus als het doel op zichzelf wordt samenwerken, wordt het heel lastig, denk ik. Maar als het doel is, we hebben een leuk idee, zullen we het samen oppakken, dan denk ik dat het makkelijker wordt om het op te pakken. Dus misschien lukt het om vanavond tot een goed idee te komen en dan te besluiten dat we gaan samenwerken. Dan besparen we een hele hoop denkprocessen en besluitvorming misschien. En voor je het weet beginnen we bijna weer op de Newton manier te denken. Dat moet op een gegeven moment ook, want je hebt met grote instanties te maken. En dan sluit ik aan bij wat er eerder werd gezegd. Als je een idee hebt waar wind onder komt en wat succesvol wordt, dus drie mensen die een initiatief hebben gestart waar blijkbaar vraag naar is, ja, dan moet je het gaan organiseren, plannen en groter maken. Ja. Maar die Newton-structuren die staan in Nederland wel. Die kwantumstructuren, daar is een beetje moeite mee af en toe. Dus wat zeg je, op zoek naar goede ideeën die de regio, die regio heel breed zijn? Of? Ik hoorde net aan tafel een verhaal over Giethoorn bijvoorbeeld. Hè? Dus hoe kunnen we de mensen van Giethoorn nog een grotere dag aan activiteiten geven? Nou, laat dat dan het doel zijn en ga kijken of je dat kunt uitvoeren. Dus maak het zo concreet mogelijk, zodat je echt iets ergens tegenaan duwt. Dank. Nou, daar is vast aan tafel ook een reactie op. Rick. Ja, dankjewel, Lieke. Ik kijk ook even naar Aukje, want... Volgens mij werd creativiteit gevraagd, ondernemerschap. Nou, volgens mij zit je daar middenin. Ja, dat klopt. Ik denk dat iedereen weet, op het moment dat je in een crisis zit en zaken komen onder druk te staan, dan vraagt dat creativiteit. We hebben hier zo'n 600 ondernemers in de binnenstad ongeveer. Nou, dat barst van die creativiteit, dat wordt ook gevraagd. Hè? Een soort noodzaak zit daarin. En ja, ik zie daar wel heel veel experimentele zaken uit ontstaan die net zijn genoemd. En dat hebben we ook nodig natuurlijk, om verder te komen met elkaar. Ja. Dus is dat dan ook een soort binnenstadsmanager, regio-manager, of gaat dat veel te ver? Ik heb net al een deal met Bram gesloten. Dus volgens mij kunnen we daar een regio-arrangement voor gaan schrijven. Ja, nee, maar weet je, ik denk ook, daar geloof ik ook echt in, als je als stad heel erg aan navelstaarderij doet en je gaat je alleen maar richten op jezelf en je gaat niet met de regio in contact komen en je gaat niet delen. En ook heel goed weten wat je eigen kracht is, dan kan je ook delen. Hè? Dan kan je ook uitwisselen met elkaar. En als ik het goed zeg, volgens mij hebben we in Zwolle ook zo'n traditie. Hè? Als ik kijk naar de binnenstad en de ontwikkelingen elders op de Voorste Poort of in de spoorzone, dan hebben we daar hele goede overlegverbanden over. Hè? Waarin nog steeds heel veel aandacht voor de binnenstad is. En op het moment dat je dat al zo'n traditie hebt in de binnenstad, dan zou je dat ook heel logischerwijs met andere dorpen, steden in de regio kunnen doen. En ik denk dat dat heel zinvol is. En waarom niet die consument volgen? Hè? Ja, precies. Het is, is toch ontzettend interessant. Ja, je ziet, ik hoorde het vanmiddag nog in een gesprek, de mens meandert langs allerlei gebeurtenissen op zijn dag, in zijn leven. En wij als overheidspartijen en strategische partners moeten daar mee meanderen. En op juist die
momenten waar iemand een beslissing neemt, een fantastisch aanbod neerleggen. Nou, kijk maar naar Stad Zwolle. Op zich is het een prachtige stad. Je kunt er 2 dagen verblijven, is genoeg te doen. Maar wat is er nou toch prachtig als je dat verblijf nog langer maakt in de regio? Door mensen te wijzen op Giethoorn, door mensen te wijzen op Park de Weerribben. Door mensen te wijzen op het keer bekijken van een andere stad. Ze bijvoorbeeld naar Kampen te sturen, want daar is het ook ongelooflijk gezellig. En daar ben je binnen 10 minuten met de trein. Ja, volgens mij water genoeg om alle kanten uit te meanderen. We kunnen alle kanten op meanderen, ja. Ja. Nou, volgens mij, ik hoor veel enthousiasme voor regionale samenwerking. Dit gaat vast een vervolg krijgen. Wij komen dan ook aan het einde alweer bijna van ons retailcafé. We gaan zo meteen afronden met Monique van Haaf en Hans Bakker. Dus in ieder geval bedankt. We gaan even een wissel doen. En dan komen Monique en Hans hier nog even aan tafel om het af te sluiten. Ja, we komen alweer aan het einde van dit Overijs Retail Café in Zwolle. We hebben Maarten Streefland, die heeft natuurlijk een samenvatting gemaakt van deze avond. We zijn benieuwd wat hij getekend heeft, Maarten. Hij is nog druk bezig, zie ik. Ik kom te vroeg. Ik heb heel veel meegeschreven. Ik moet nog een hoop uitwerken. Ik heb net bij de regionale samenwerkingen wat meegenomen over de kleine kernen, dat we die niet moeten vergeten. De binnenstad is een plek om te zijn. Er wonen ook nog mensen. De toeristen aan elkaar doorsturen, lekker meanderen. Kleine greep. Ja, dankjewel. En volgens mij heb je nog een paar ballonnen openstaan. Nou goed, we hadden ook bedacht van we eindigen in ieder geval met Monique van Haaf en Hans Bakker. Monique, wat moet er nog op die plaat bij als je de avond samenpakt? In ieder geval die regionale samenwerking, dat daar heel veel behoefte aan is. En dat we daar ook als provincie een rol in kunnen vervullen. Dat is wat anders dan dat wij het bedenken. Maar dat is wel hoe we de samenwerking gaan inrichten. En ook naar moeten zoeken. Wat past dan bij nu, bij de regio? Want elke regio is ook nog eens verschillend in Overijssel. En welke partners gaan daarin meedoen? Is dat dan alleen overheid of gaan we daar juist ook de marktpartijen bij betrekken? Oké, dus dat komt erbij als aanknopingspunt naar de toekomst. Ja. Ja. Hans Bakker, als je dit zo hoort vanavond, wat denk je dan? Nou, wat Tom een beetje op Tom Kikkert op doelde is van ondernemers zijn niet zo van regels. Daar houden ze niet zo van. Dus ik zou zeggen van reguliere zones waarbij meer mogelijkheden zijn om te experimenteren. Ik denk dat dat een goed instrument is om te kijken waar die mogelijkheden dan liggen. En zoek elkaar dan ook vooral op. We horen ook van ondernemers die zeggen, in coronatijd hadden we elkaar nodig en vonden we elkaar. En nu gaat het weer naar het oude normaal. En dan vinden we elkaar niet meer. Dat is een ontwikkeling die we een beetje tegen moeten houden. Om te blijven zorgen dat we elkaar wel blijven opzoeken en het samen blijven doen. Oké, dus dat geldt op alle lagen, zeg maar. Lokaal, regionaal? Ja, geldt voor alle lagen. En leg de regio Zwolle als totaalproduct neer. Want die toerist die wil ook naar een kern waar nog wat te doen valt. Dus ook die regionale samenwerking is belangrijk. En ook de ontwikkeling van die kleine kernen is belangrijk. Oké, dankjewel. Monique, we gaan de volgende week op verder. Heb je nog een laatste woord voor de mensen thuis? Laatste woord is, kijk volgende week ook weer. Doe weer mee. Er komt elke keer weer nieuwe informatie. Ja. Dit is zo dynamisch dat je wel bij moet blijven om mee te kunnen bewegen en praten en denken en bepalen. Want dat is al iets van ons allemaal. Die binnensteden, die maakt een gemeente of een provincie niet. Die maak je met de ondernemer die er woont of die er werkt. De bewoners daar in de binnenstad. En met alle toeristen en recreanten die er komen. Dus dit moet je gezamenlijk aanpakken. Dus ik nodig iedereen weer uit voor volgende week. Ja,
Nou, volgens mij ligt er genoeg om aan te gaan werken met elkaar. En ik proef ook de energie. Hans, je hebt een traditie. Ja. Durf je hem aan? Ja, ik durf wel aan. Mensen thuis te kijken misschien die niet gezien hebben de vorige keer. Wat bedoel je dan? Maar je hebt altijd een... Nou, ik ben een fan van omdenken. En dit is eigenlijk ook weer omdenken. En de decreet die ik deze week wil hanteren is... wacht niet, het juiste moment bestaat niet. Punt. Zo. Nice. Ja, daar kunnen we mee gaan slapen straks. nou goed, jullie hebben al een klein voorproefje gezien van de tekening... die als input dient bij het vervolgproces over regionale samenwerking. In ieder geval... Ja, bedankt in ieder geval alle gasten hier in deze ruimte... die in ieder geval vanavond meegewerkt hebben aan dit retailcafé. Dit was het eerste retailcafé in een reeks van drie. Lieke, kun je nog even ons meenemen wanneer de volgende is en waar? Ja, jullie zeiden het al, volgende week zien we elkaar weer. 15 juni om 8 uur in de Schouwburg in Hengelo. Dan gaan we het hebben over de regio Twente. En we leggen ook een verbinding met wonen. En er zijn allemaal weer nieuwe gasten... Kun je nou niet wachten? Ga dan vooral vast naar stadsbeweging.nl/retail. En laat daar je vragen of opmerkingen achter. Dat krijgen we graag. En hopelijk tot volgende week. Oké, dankjewel. Dankjewel, Lieke. Bedankt allemaal en tot volgende week.
We'll be right back.